beste kijkers, goeiedag. Welkom hier bij een nieuwe aflevering van Alberto's Courant, de vrolijke vlogger. In deze aflevering ga ik aandacht besteden aan deze bus. Dit is een oude stads- en streeksbus van het merk Mercedes, type O405. Deze wagens hebben in de jaren 90 veel dienst gedaan in verschillende vervoersbedrijven in binnen- en buitenland. Bij het stadsvervoer RET, Rotterdamse elektrische tram. Ook bij het streekvervoer van West-Nederland. Er waren ook geledenbussen van deze type. En deze Mercedes heb ik zelf ooit gespoten in de Connection kleuren. Maar lijn 80 tot Schiedam, dat klopt niet. Want lijn 80 reed vroeger van Spijkenissenkreek via Spijkenissen-Waterland en Spijkenissen-Metrostation Centrum. Vervolgens naar Hoogvliet onder de Benelux-tunnel via Schiedam tot Rotterdam-Marconiplein. Dus lijn 80 met als eindbestemming Schiedam, dat is onjuist. Helaas heeft deze wagen een paar jaar geleden schade opgelopen. En dan heb ik ook nog een Mercedes van het Duitse stadsvervoerbedrijf. Volgens nog een Duitse bus. Maar in deze reportage gaat het om deze bus. Ik bestel het op internet. Het is dus een West-Nederland wagen in de kleuren oranje met geel. Hoewel bij West-Nederland deze type wagens niet in deze kleuren hebben gereden. Wat ga ik doen? Nou, zoals u kan zien is die wel behoorlijk vuil. Ik ga hem als eerste helemaal schoonmaken. Dat ga ik doen met een klamvochtige tissue. Heel vies. Nou, dat ziet er al inmiddels stukken beter uit. En nu ga ik iets doen wat ik al heel erg lang niet meer gedaan heb. Namelijk de zierstrippen zwart verven en de rubbers tussen de deuren. Eens naar de RET-bus. Kijk, zo moet het eruit gaan zien. Zo. En de bus is helemaal afgeplakt met verftape. De zwarte verf. Nou, nog even goed nachecken of het plakband is goed afgeplakt, want anders loopt het verf door en dat is ook niet de bedoeling. Zo te zien is alles goed. Ja. Oké, daar gaan we. Een beetje tamponeren mag ook. Ziet u? Is het een kwestie van heel goed laten drogen? De zierstrepen zitten op, maar toch is het een klein beetje jammer dat het niet helemaal strak is geworden. Dat is een beetje jammer dit. Maar daar ga ik wel zoeken naar een oplossing. Beste kijkers, tot zover voorlopig. Hartstikke bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.